Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In de vorige missie heb je een lichtgevend monster gemaakt met een elektrisch circuit. Dat circuit had maar één weg. Maar je zou zo'n circuit ook met meerdere wegen kunnen maken. Zo'n circuit noem je een parallelcircuit. In de vorige missie heb je een lichtgevend monster met een elektrisch circuit gemaakt. Dat circuit had maar één weg. Maar je zou een circuit ook kunnen maken met meerdere wegen. Zo'n circuit noem je een parallelcircuit. Het is een circuit met meerdere paden waar de elektriciteit doorheen kan stromen. Maar zo'n circuit kun je nooit uit één stuk kopertape maken. Ik zal je laten zien hoe je toch een goede verbinding kunt maken. Kopertape heeft dus vaak maar één geleidende kant. Eén kant waar de stroom doorheen kan. Dit is vaak de bovenkant. Aan de onderkant zit immers lijm. Het kan zijn dat als je gaat knippen de stroom niet goed verder kan en dan zal je led niet goed gaan branden. Om de stroom toch door het circuit te laten stromen, vouw ik het uiteinde om. En plak ik het met een stukje plakband op de eerder geplakte tape. Zo kan ik allemaal ingewikkelde vormen maken. Teken nu zelf op dit werkblad je eigen monster, beestje, stripfiguur, zombie of robot. Ontwerp je eigen circuit. Alles uitknippen en gaatjes maken voor de LED-oogjes. Maak het circuit weer op dezelfde manier. En plak alles in elkaar. Gelukt? Goed gedaan. Je hebt nu ontdekt hoe je een parallel circuit met meerdere LED-lampjes kunt maken. Als je nog zin hebt, kun je nog meer circuits gaan ontwerpen. Maak ze zo ingewikkeld als je wil. Je kunt hiervoor dit werkblad gebruiken. Ik zou het leuk vinden als jij je robot met ons deelt op social media. De links naar onze sites vind je hieronder. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende missie.